In Nederland wordt er door heel veel media op dit moment geschreven dat Mats Seuntjes volgend jaar bij Utrecht speelt. De Messi van RKC. Dat hij naar rond was. Zal ongetwijfeld ook wel iets meer gaan verdienen dan bij RKC. Maar is dat de juiste club voor hem, RKC? Of FC Utrecht? Vind ik een hele goede club voor hem. Ik vind veel meer passen dan Twente bijvoorbeeld. Ik denk dat hij ook een speciale... Seuntjes heeft een bijzondere, speciale rol nodig bij een club. Die kun je niet... aan alle tactische verplichtingen kan hij niet voldoen. En dan denk ik dat Utrecht, dat hij van een... ten opzichte van zijn medespelers, dat daar het verschil groter is dan bij Twente. Waardoor hij bij Twente ook zou moeten compenseren met tactische discipline. En dan denk ik, ja, Utrecht vind ik echt, lijkt mij echt een maar goede match. Maar dan ook eens een echt elftal gaan neerzetten. Wat ze eens een poosje laten staan. Wat jongens laten vertrekken. Om niet steeds weer in de verleiding te komen om die ook weer te brengen. Want Utrecht wisselt wel heel vaak in zijn systeem met spelers. Maar ook omdat het heel veel gelijkwaardige spelers zijn vaak bij Utrecht. En Seuntjes is, zoals ik het zie, echt wel eventjes beter dan wat er nu staat. Zijn ze niet aan het voorsorteren op een vertrek van Van der Streek? Nou ja, want Doefikas misschien? Ik vind hem niet echt heel veel beter dan Van der Streek. Die is ook bij 10, 11 goals betrokken. Die heeft er geloof ik 9 gemaakt zelfs. Dus een aantal assists. Ja, Van der Streek kan niet wat Seuntjes kan. Nee, ik vind Van der Streek ook een goede speler, hoor. Ander doelgericht. En, ja. Maar Seuntjes kan, ja, die kan bijna alles. Eigenlijk, als hij echt wilt, kan hij bijna alles. Ja, maar daar zeg je meteen, en dan had hij misschien wel echt in de top gespeeld, als hij echt wil. Want ik vind ook een steengoede speler. Maar waarom komt hij dan niet uiteindelijk bovendrijven bij de top 3 of zo? Nee, ja, maar dat snap ik wel. Maar daarom ligt, denk ik, een club als Utrecht ligt hem, denk ik wel. Ik had hem wel graag bij Twente willen zien ook. Ja. Maar met name ook door Jozef Oosting, die daar dan naartoe gaat natuurlijk. En die had hem, denk ik, die rol wat Kees net omschrijft, die had hem denk ik ook wel... die weet inmiddels wel hoe je hem moet behandelen. Maar het is makkelijker bij RKC dan bij Twente, denk ik. Zeker, maar ik denk dat het ook wel... Ik denk dat het... Je moet ook wel een beetje zo'n speler in je elftal af en toe hebben. En ik denk dat hij bij Twente dat wel... daar wordt ook weer wat meer van hem gevraagd. Mm-hmm. Dus hij had dan ook, moet hij wel... Had hij dan wat meer misschien moeten gaan doen in tactisch, qua discipline. Maar ik denk dat hij... Vind jij hem een middenvelder of een soort tweede spits? Ik vind het moeilijk bij Mats. Ja, echt. Maar je kan hem in principe overal... Wist je dat hij bij AZ ook centraal achterin heeft gespeeld? Een paar keer. Nee, dat wist ik niet. Ja. Voor mij thuis tegen Vitesse. Dat ging niet helemaal... Voor mij kregen ze er toen wel 3 tegen. Maar heel geblesseerd ook. Maar daar heeft hij ook gespeeld. Je kan hem ook overal neerzetten. Maar dat is ook, ik zeg, hij kan heel veel. Gewoon als individu. Maar binnen een team, alle dingen die er worden gevraagd tactisch gezien, ja, daar is hij gewoon niet... Nou, dat proefde ik wel eens bij Ulte, bij Fortuna, dat hij daar wel eens commentaar op had. Want dan zette hij hem links aan de zijkant. En dan vroeg ik ook wel eens aan hem, waarom speelt hij daar nou? Moet je hem niet in de as hebben? Ja, en dan kwamen dit soort argumenten wel eens bovendrijven. Dat hij niet al te gedisciplineerd was in een rol als middenvelder. Seuntjes op weg dus naar Utrecht.